Elke week krijg ik aan het eind van de uitzending de tijd om een klusprobleem op te lossen. Jullie sturen heel veel in, dus dat vind ik hartstikke leuk. Ook deze week heb ik weer een interessant geval uitgezocht en volgens mij moet ik hier zijn. Hey Luc, wat een leuk huis. Ja, nee, dankjewel man. Ik heb het 4 jaar geleden gekocht en veel aan geklust. Mm-hmm. En nou, het resultaat mag er onderhand wel wezen. Ja, zeker. Maar je hebt een probleem. Klopt, ik zal je laten zien. Ja. Kijk, hier zie je een hele scheur over de hele lengte van de wand. Ja, klopt. En daar zou ik graag wat aan gedaan willen hebben. Ja, nou, dat gaat helemaal goed komen. Ik ga vandaag aan de gang met een super acrylaat schilderskit van Bizon. Nou, hier zit dus een scheur, die gaan we opvullen met een acrylaatkit. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik hem eerst helemaal schoon en stofvrij maken. Om alle loszittende deeltjes echt weg te hebben. Nou, ik zet de kitspuiter in een hoek van 45 graden ongeveer op. En dan trek ik hem heel rustig van boven naar beneden. En ik doe de druk gelijkmatig verdelen. Nou, als je de kit erop gezet hebt, zorg dat je hem zo snel mogelijk nat nastrijkt. Anders gaat hij een huidje krijgen. En dan wordt het niet mooi. Oscar. Ja? Gaat alles goed daar? Ja, tuurlijk. Ik ben bijna klaar. Kom maar kijken. Ben benieuwd. Ah, kijk eens aan. Dat ziet er goed uit, Oscar. Echt mooi. Dankjewel. Ik had nog wel een vraag. Ja. Als ik deze muur nog wil schilderen en een kleurtje wil geven, kan ik je zomaar overheen schilderen? Ja, natuurlijk. Ja, daar is het echt heel erg geschikt voor. Hey, en ik heb nog een tip voor je. Als je nou nog diepere scheuren tegenkomt die je wil kitten, vul deze dan even op met een schuimsnoer. Zo voorkom je dat de kit gaat scheuren. En heb jij thuis nou ook een klusprobleem en wil je mijn hulp? Stuur dan even een mailtje en misschien sta ik volgende week bij jou. Hey, tijd voor een biertje. Heel lekker. Ja, hou je handen eens op. Let op. Proost. Cheers.